We zitten hier aan de voet van het Witte Huis voor een interview met Leo van Hoek, de stuwende kracht van Ons Rotterdam gedurende een groot aantal jaren. Leo, hoe is het zo allemaal begonnen? Nou, dat is 25 jaar geleden op de kop af, want we zijn 15 maart opgericht, toen nog onder de vereniging Rotterdam Onverwoestbaar. En ik heb me toen ingespannen om zo snel mogelijk een blad van de grond te krijgen. Ons Rotterdam. Wat betekent het Witte Huis in dat geheel? Nou, het Witte Huis was zo dat eind 78 waren we hier omdat Tom Westermeijer het Witte Huis had opgeknapt. En er stonden enthousiaste Rotterdammers, ik maakte ook wat foto's, het vuurwerk op het dak, klimmers die naar boven gingen. Nou, iedereen wat wild enthousiast. Toen waren er een aantal mensen die dachten, nou, daar moeten we toch iets mee kunnen doen. Er bestond wel een club, dat was Historisch Genootschap Rotterdamum, zoals ik het dus nu al verklaard. En, maar die mensen die ik ontmoette waren, nou, we moeten gewoon een tijdschrift maken, want we hadden ook helemaal geen ledengroei. De mensen vonden het wel leuk wat we deden, maar ja, het haakte niet in. En toen zijn we dus, een briljante idee, dat noemde ik Goud op Snee. Ik heb er nog een stukje nu over geschreven in het laatste nummer van Ons Rotterdam. En dat Goud op Snee betekent gewoon dat het er toch mooi moest uitzien. En niet als een stenseltje naar de mensen. Radio gemaakt, een poosje in de studio met de jongere radio samen. Die dan de techniek deed. Natuurlijk de Rotterdamse dag die in het Hulskamp is begonnen. Eigenlijk daarvoor nog voorleden in de Larenkamp. Maar groots werd het in het Hulskamp gebouwd. Duizenden mensen kwamen daar. De bus stopte voor de deur. Terwijl de halt aan het einde van de Noordereiland was. Wij hebben dan natuurlijk de verkiezing van de Rotterdammer van het jaar. Tranen met tuiten zat Pieter van der Doel te huilen toen André van der Lauw bij hem thuis kwam om hem te feliciteren, want hij kon toen niet in het Hulskampgebouw komen. Ja, dat zijn markante dingen. Even dan buiten het blad om. Ja, het blad is natuurlijk iedere keer weer eigenlijk een soort geboorte. En ik moet ook zeggen, naast die vroeger op de Kruiskade liepen, of op de Hoogstraat, of op de Koolsingel. Ik weet die verhalen nog van mijn ouders en van mijn oudere broers en zussen. Maar die bestaan straks niet meer, want die zijn nu in de 80. Dus dat is straks een uitgestorven generatie. Dus wij moeten doorzetten. We moeten er wel aan refereren. Maar dat zal in overlevering zijn van mond tot mond. En misschien maken we dan nog vergissingen ook. Dat gebeurt natuurlijk wel eens in een artikel. Maar normaal gesproken moet het doorzetten dat mensen nu in de jaren 50, 60, 70 hun herinneringen plaatsen over het Rotterdam van toen. Maar ik hoop dus in perspectief met het Rotterdam van nu en de toekomst. Dat hoop ik natuurlijk dat dat Je hebt wat tijdschriften meegebracht. Kijk zo met een schuin oog naar die kant. Zijn dat speciale troetelkindjes? Ja, nou, dat is natuurlijk het eerste nummer. Dat mag ik misschien wel even aan de camera laten zien. Dat hebben we toen samengesteld. En dat is toen in september, oktober uitgekomen. Met een voorwoord van Van der Lauw. En hier zijn dan die jongetjes en meisjes. Ik moet eigenlijk zeggen meisjes en jongetjes. Die dat toen hebben gedaan. Laat ik even zien. Dat is Anneke, Annie, Riet, Freek, Bernhard, Arnold, Henk en Leo. Ik was toen eindredacteur gelijk. En het is mijn hart. Mijn tante erop staat. Misschien mijn vrouw de tante erop staat. Zie je het hier zo? Gewoon eigenlijk een wandeling door heel Kralingen heen. Vanaf de historie tot aan het heden. Maandag 1 november, welkom bij Rijnmond Nieuws. Rotterdam mag zich altijd verheugen in veel belangstelling. Het historisch tijdschrift Ons Rotterdam bestaat dan ook alweer 25 jaar. Twee oprichters ervan kregen afgelopen weekend de Erasmusspel voor hun verdiensten. Ons Rotterdam beschrijft geschiedenis voor de gewone man, geschreven in begrijpelijke taal en uiteraard op en top Rotterdams, met artikelen over hoe het leven vroeger was in de verschillende wijken in de stad en over bijzondere gebouwen en hun geschiedenis. 25 jaar oud is het blad dus nu en al die jaren werd het met evenveel enthousiasme gemaakt door vrijwilligers. We hebben het ook gedaan voor 25 jaar. Ja, maar laat dan even het zien. Ja. Kan je even zien wat voor ontwikkeling het heeft doorgemaakt. Het leukste dan 1989, toen kleuren zijn gaan verschijnen. Dat was gelukkig natuurlijk nog dit nummer, toen stond ik 10 jaar. Toen zijn we nu weer Ja. Toen wij begonnen, hadden we zo'n 1000 oplagen en die waren binnen een mum van tijd weg. Ja. Wij heten Ons Rotterdam
En bij de boekhandel Donner op de lijnbaan was de, of de korte lijnbaan was de eerste die het blad verkocht. Het was een christelijke boekhandel, maar ze verkochten helemaal geen tijdschriften, behalve ons blad. En dan maakte altijd een grapje. Heeft u één ons Rotterdam van mij? Nee, nee, maar ik geef maar een kilo. Weet je wel? Zo snel ging dat blad van de hand. Ja. Maar je moet kijken hoe dikker ze ook zijn geworden. Jawel, ja, ze zijn nu dan zitten we hier smalens bij elkaar en dan komen hier mensen. Het is inderdaad een sociaal gebeuren voor de vrijwilligers. En dan wordt het blad met elkaar gemaakt. De foto's worden bij de artikelen gezocht en daar zijn mensen mee bezig. Dat is natuurlijk toch een fijne activiteit. En dan komt zo'n blad uit en dan is men daar trots op. Ja. Op het Witte Huis, op de Belvedere, terras noemen we dat. En in 1979 zijn we daar mee begonnen om het eerherstel, dat we dat weer openden. En dan meestal doen we dat met de open havendagen, om het mensen in gelegenheid. En in het begin deden we dat ook tegen de prijs van een kwart per persoon. Ja. En kinderen halen het zelf. Tegenwoordig is het een euro, maar dat is nog niet duur. Ja. Bouwen hebben pas gerefereerd. Ja. Dat op die dan sport. Die dan sport is. Inmiddels heeft het blad zo'n oplaag van 3000 nummers. Maar we hebben wel eens uitgerekend, die nummers, men gooit ze niet weg. Die geven ze allemaal aan elkaar. Die geven, ja. Dus dat gaat er zijn over de hele wereld. Uit Rotterdam. Ik gooi het ook niet weg. Dat gaat op de krattenbak niet. Nee, dat is de krattenbak niet. Dat doe je niet. Pak het even weer. Mag het zwaar voor je kruis. Nee, je kon... De leesdichtheid op wel 10.000 mensen. Ja, het zat Rotterdammers die buiten Rotterdam zijn gewoon ook. Die toch daarmee de band met de stad onderhouden. En ook over het Joodse buurt. Ja, zeg daar net. Al die mensen zijn toen vervolgd. Er zijn 10.000 mensen geweest. Die werden allemaal getransporteerd met loods 24. Ja. Hebben toen een speciale uitgave over gemaakt. Vervolging Rotterdamse Joden. Ja. Het gekste is dat wij daar al mee begonnen zijn. Ja. En dan moeten we nog 65 worden. Ja. Dat klinkt gek. We zijn er 25 jaar mee bezig. Ja. In een gewoon met een gezin met kleine kinderen. Waar hebben we er al mee bezig? Naast je baan. En waarom deden we dat? Ja. We maakten bijvoorbeeld foto's, reproducties, dia's van die beelden. En dan gingen we bijvoorbeeld mee naar bejaardenhuizen. En dan vertelden we erop. En dan zaten mensen van voor de oorlog. En die moet je dan corrigeren. Ja, dat moest je uitleggen. Hoe dat ook alweer was. Ja, nou, er staat geen steen van overeind. En daar kun je dus uren over lullen. Ja, Hoogstraat. Het merendeel van de mensen is nu meer geïnteresseerd, wellicht in de jaren 50, 60. Ja, in de oorlog, want die generatie is begint uit te sterven. Ja, dan moet je dat mag je wel als bron gebruiken, maar je kan niet even door blijven gaan van de leuke haven in de middeleeuwen. Dat is leuk om even te weten, maar de mensen zijn. Op 6 november, dat is aanstaande zaterdag, is de jaarlijkse Rotterdamse Dag in de Laurenskerk, ook georganiseerd door Ons Rotterdam. En dan wordt onder meer de winnaar van de verkiezing Rotterdammer van het jaar bekendgemaakt. En meer informatie over dat alles vindt u op www.onsrotterdam.nl. En deze uitzending is ook alweer historie. Dit was Rijnmond Nieuws voor maandag 1 november. Ik wens u nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
kijk naar een uitzending van TV Rijnmond in 2004 over het 25-jarig bestaan van ons Rotterdam. Het is misschien wel leuk om ze hier nog even bij elkaar te zien. Links ziet u een blad van eind 1979 en rechts ziet u een blad van 2004, eind 2004. En dan laat ik het eerste nummer nog zien. Links ziet u het nummer eerst en aan de andere kant ziet u het nummer september 2004. Dank u wel.